was deze. Dan heb ik de laarzen eruit gehaald. Maar dit ding is weer net te breed om hem daarin te zetten. Anders had ik dat steeltje eraf gesneden, maar ik heb de oase er nou in geplakt. Ja, en dan doe ik daar de bloemetjes, etc. in. En probeer eventjes voor het glas nog wat spul te doen. Ik weet het echt niet. Gehakt van €3,09. Ik heb voor de inhoud €3,99 betaald. Dus deze is €3,09. Nog 9 cent te gaan, toch? Denk ik. Lekker, lekker, lekker. Gaat de koelkast in. Die zijn de €2,99. Lieve vrienden, het is vandaag alweer, wat vandaag is het vandaag, oh lieve help, ik denk geloof ik, Thursday, dinsdag. Oké, en we leven op 7 april, ja, om 13:54 en ik wens jullie natuurlijk weer een hartelijk welkom bij een gloednieuwe vlog van Corinna en de Beestenboer, ja. Ik ben blauw en in het wit gekleed en ja, mijn schoenen, dat is mijn zwarte enkelaarsjes, dus dat is het enige dat het zwart is. Ja, en het is prachtig mooi weer. En we gaan zo meteen even weer wandelen met Rijka. En ik heb hier thuis een hoop te doen, want het ziet er daar niet uit in de keuken. Alles, ja. Dus hey, als je visite krijgt en die het zelf naar de keuken brengt, die zit er daar neer en die zit er daar neer. Tenminste, Rudy brengt het dan naar de keuken toe. Keurig netjes hoor. Maar, dus, ja. Ik had zelf ook niet zoveel zin meer. Ik was moe. Gisteren ook geweest lopen eerst met Rijker. Toen met de booster een hele eind weg geweest. Tenminste een hele eind. Ik heb langzaam niet al te hard gereden. Want zij moet weer wat leren. Want dat is altijd mijn lopen met haar. Maar ze moet toch ook op de booster blijven kunnen zitten. Dus ja, je hebt echt je hoofd bij. En dat put je ook uit. Ja, en ik had eigenlijk vandaag mijn haar willen doen, maar daar kom ik niet aan toe, want mijn rug wil niet. Nee. Dus ja, komt allemaal wel weer goed. En ik had een knuffel gekregen van Rut. Die zal ik jullie nog steeds laten zien. Ja. Kijk, daar zit die. Lief knuffeltje. Ja, ik heb hem met zijn armpje tussen de van het raam gedaan. Dan blijft hij mooi zitten. Ja, nou kijk, hier staat de binnen. Nou, dat moet even in elkaar. Zover ik weet is het nog niet genoeg voor vaatwasser. Dus we gaan gewoon door. En daar zitten spullen van de beestenboel in. Ja, moet ik zo even afwassen. Dan kunnen ze hapjes krijgen. En daarna wandelen. Komt allemaal wel goed. Oh, dat kan wel. Ik denk, zit daar dan? Want daar zag ik Rijk eigenlijk. Oh, kan wel daar, Rijka daar. Moet ook kunnen, hè, je meisje. Oh, zie je zo lief. Ja, ik ben er blazen en alles ben ik aan het trainen. Van, ze kan het wel. Ze kan het wel. Ze hoeft niet op dat matje voor de deur. En ze krijgt hierna ook niet meer een matje. Er ligt nou de laatste. En als die gebruikt is door haar, dan krijgt ze nog niet straf. Maar gaat het op de deurmat doen, krijgt ze wel straf. Want ze kan het. Onherroepelijk. Dus, maar oké, lieve vrienden, ik zou zeggen, geniet ze van het prachtige mooie weer. Ga lekker in je tuin, lekker zonnebaden en smeer je goed in voor het zonnetje. Want je verbrandt anders vrijheid. Of ga op je balkonnetje liggen of je dakterrasje als je die hebt. En ga anders wandelen. Mag ook maar zoeken, niet de drukte op. Blijf op afstand. Dan doe je het pas goed. Samen zijn we sterk. Kom op, geniet. Yeah. Ik ben blij. Zijn jullie ook blij? Mag ik hopen tenminste? Ja, ik ben blij. Helemaal geweldig. Ik vind het heerlijk, ik geniet hiervan. Nou, ik zou zeggen, tot straks maar weer.
Ja, lieve vrienden, ik zit met mijn schort aan en ik ben druk bezig met iets leuks te maken. Ja, ik heb een heleboel zijdebloemen en planten boven. Ik heb er net even wat naar beneden gehaald en ik heb het onder de kraan gehouden. Dat hangt buiten te drogen en dat zal ik even met stok pakken. Lopen we even samen naar buiten toe. Het is onderhand al droog hoor. Jazeker. Nou, daar hangt het te hangen. Dus dat is wat alweer droog, als het al niet droog is. Oh. Kleine haakje erop. Zo. En nou had ik, het is droevig, maar ik had het een en het ander bewaard. Van de rouwboeketjes en boeketten die was geschonken door de familie, etcetera, voor op de kist bij mijn mannetje. Dan heb ik eentje, heb ik even losgemaakt, was deze. Dan heb ik de oase eruit gehaald, maar dit ding is weer net te breed om hem daarin te zetten. Anders had ik dat steeltje eraf gesneden, maar ik heb de oase er nou in geplakt. Ja, en dan doe ik daar de bloemetjes etcetera in en ik probeer eventjes voor het glas nog wat spul te doen, dat het niet zo raar opvalt. En ja, komt allemaal goed. Ja hoor, ik vind het leuk, helemaal geweldig. Dus ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet verder van jullie dag en doe het met een lach. Doe ik ook. Wees vrolijk. Wees happy. Yay! Ik laat jullie straks weer kijken. Ja, tuurlijk. Ik laat het zien hoe het wordt. Ja, en dat was ooit een klok. En nu heb ik bloemetjes erin. Ja, en ik vind hem zelf aardig geslaagd. Daar was ik dus daarnet mee bezig. Dat ik het begin even liet zien. En nou is hij dus af en ik heb hem weer weten op te hangen. Nou, hij is toch leuk of niet dan? Ja, zeker weten. Ja, hij is toch leuk geworden of niet? Ja, ik vind persoonlijk van wel. Er ligt hier nog wat troep, dat moet ik nog opruimen. Maar ik moet zo meteen eerst weer weg met de booster naar een andere wijk. Ik moet er om 5 uur wezen, dus ik moet opschieten. Ik moet daar naar de FOMA, want ik heb een te goede kooktas weten te bemachtigen in deze moeilijke zware tijd. Dus die ga ik ophalen. Ik moet denk ik zelf zwippen, weet ik veel, maar dat heb ik ook nog nooit gedaan. Dus we zien het wel, we zullen het wel beleven. Ja, dus ik ga me gauw opschieten en dan als ik weer terugkom, dan ga ik eerst ook weer met Rijka lopen. Dus het komt allemaal goed, ik zou zeggen, hou volle moed. Samen kunnen we dit aan. Samen zullen we het beleven. Ja. En geniet van het leven. Ja. Zeker. Nou, lieve vrienden. Tot straks maar weer. Ja, lieve vrienden. Ik ben weer ook thuis van de FOMAR uit een andere wijk. En dan kun je toch weer nagaan dat de ene FOMAR of de andere FOMAR verschillend werken. De FOMAR hier in het centrum, die doet het al in een tas van hunzelf. Die plastic tas die je normaal moet kopen bij de winkel, bij de kassa. Nu was het in een plastic kratje, dus we moesten het overpakken in een tas. Ja, moest ik toch alles afgeven, weet je. Maar geen handcontact, hè. Contact, ja, het lijkt allemaal op elkaar. En ik heb Rijka uitgelaten. Maar wat er precies in zit, Joost mag het weten. Dat gaan we nu samen even beleven. Ik weet het echt niet. Gehakt van €3,09. Ik heb voor de inhoud €3,99 betaald. Dus deze is €3,09. Nog 9 cent te gaan, toch? Denk ik. Lekker, lekker, lekker. Gaat de koelkast in. Die zijn de €2,99. Wat is dat? Pietje. Pietjes, gekookt. Lekker. €1,99. Maar die is wat nat. Die ga ik niet op mijn tafel leggen. Neerzetten, zo.
Lekker. Oh, dat is ook lekker. Twee kleuren vla. Geel met chocola. Die kost normaal 1,39. Ik moet eerst mijn koffie even daar weghalen. Want die staat daar in de weg weg. En die zet ik hier wel even neer. Een pak magere yoghurt. Nou, dat lust ik ook. 1,9. Ik kan altijd wel uit hoor. Echt van. Ook lekker. Chocoladevla. 89 cent. Die is nooit zo duur. Dat weet ik wel. Dan gaan we weer graaien. Deze kant is leeg. Nog een zak. Maar wat? Aardappel. Vastkopen. En toen was die leeg. Maar die zak aardappelen is normaal 1,75. Staat er wel. En weten jullie dat? En ik heb betaald 3,99. Zeg maar 4 euro. Nou, die is 3,9. Plus 2,99. Zit je er al overheen? Deze twee zit je er al overheen. Nou, dan heb ik 1, 2, 3, 4, 5 dingen extra. Dus het kan altijd wel uit. Maar ja, de DK daarentegen, die geeft weer meer ook. En moet je ook wat meer betalen, dat is 4,99. Maar ja, doet er niet toe. Ik ben er blij mee. Dit gaat de koelkast in. En zo, gaat de koelkast in, dat kan de vriezer in. Dat kan de koelkast in. Nou, die moet er ook geschoven worden. Die kan ook de koelkast in. Zo. Die kan ernaast. Die moet daar nog staan. Ook een toetje. Bietjes. Bietjes, bietjes, bietjes. Waar moet jullie lagen? Nou, of te draaien, dan kan jij daar. Aardappels, ja, dat deze keer in de vriezer. Maar de aardappels, ja. Ik hoop niet dat Rijka daar aan gaat komen. Die leg ik daar in de zilverbak. Ik hoop niet dat ze eraan gaat komen. Nou, dan kan ik eens een keer weer een roer bakken. Ja. Nou, ik heb al zo al genoeg gehad. Maar zo dan. Nou, dan is deze weer leeg. Maar er was nog wat. Ja, dat was nog wat. Terwijl ik hier zo druk bezig was, had ik de postbode wel hier langs mijn huis weg zien gaan, maar ik had niet gekeken. Toen ik weg moest, toen kwam ik er pas op toe om even naar de wc te gaan snel en te kijken. Nou, eindelijk met op. Ondanks de corona, een pakketje. Wat door de brievenbus kennen, want het is zo dun als ik weet niet wat. Nou, dat gaan we eens even openmaken. Als het goed is, zit daar mijn nieuwe loodje in. En waarom een nieuwe loodje? Nou, deze gaat kapot. Niet het uurwerk, maar het bandje. Nou, dan kan je net zo goed een nieuw bandje, een horloge kopen. Want een bandje is net zo duur als een horloge tegenwoordig. Nou, dat vind ik zonde. Dan maar een nieuwe loodje. Maar toen wou dat zakje niet kapot. Even een schaarpak. Tenminste, ik hoop het. Zit niks meer in. Die ook nog even open knippen, omdat dit niet iets vastgeplakt is. Dan
blijven of daar een ritspluiting zit. Dus je moet hem er even vlak te boven afknippen. En dan moet ik die open kunnen. Wat een gepiel. Ja, dat is het. Kom op. Kom op, kom op. Ja, halleluja. En nou. Dit is alleen nog een bandje hoor, nog niet een horloge. Nou ja, lekker wat aan. Ik bestel een horloge, je krijgt een bandje. Ken je dat? Vind ik niet fair. Maar ja, beter een bandje dan helemaal niks. Want dan kan ik deze misschien later vervangen. En dan hoef ik geen eens geen nieuw horloge. Want daar past er tussen zo te zien. Mooi. Nou, dat zullen we beleven. Hij kan er dus tussen. Nou, dan gaan we daar eens een keer mee pielen wanneer ik er mijn eigen goed voor voel. Ja, want ik dacht dus dat het een horloge was. Zo wordt het al uitgelegd, weet je. Nou ja, ik ben blij dat ik een nieuw bandje heb, sowieso. En hij is niet duur. Maar ja, in ieder geval die heb ik binnen. En ik ga toch nog voor een nieuw horloge. Dan heb ik in ieder geval een reservebandje. Ja. Ik ga toch voor een nieuw horloge. Ik wil gewoon een nieuw horloge. Zo'n hoe heet dat? Die op internet kan. Ja. Zo heen wil ik. Maar dit bandje gaat dus stuk, zei ik al. En dan moet ik toch voorlopig dat nog even vernieuwen. Want ja, een nieuw horloge, dat is ook, duurt ook, ik weet niet hoe lang voordat dat binnen is, weet je. En vooral met die corona, nou deze heeft al lang geduurd. En toen was de corona al wel in het buitenland, maar nog lang niet hier. Nou, het is nou zoveel in Amerika en weet ik veel waar. Het is al over de hele wereld. Maar ja, oké. Ik kan er verder niks aan doen. Het is weer eens een keer aan één kant weer een miskoop. Maar toch een miskoop dat ik er wel wat aan heb. Ja, zo ook nog weer wel. Gewoon een reservebandje. Nooit weg. Hij past hier tussen. Nou, en ik wil gewoon zo'n ander mooi horloge hebben. Ja, dat is nog heet, de koffie. En wat ik nou ga doen, dat is... Het is bijna 6 uur voor de dier te zorgen. En dan voor mezelf, want ik wil ook eten. Dan gaat mijn mobiel, dat wordt geappt. Mijn zwager die ligt nog weer in het ziekenhuis, maar voor hoe lang weet hij zelf nog niet. Want hij moest een echoscopie ondergaan en dit ondergaan en dat ondergaan. Nou, gaat lekker allemaal. Maar niet heus. Nee, dat ik hoop dat het goed zal komen met hem. Maar oké, lieve vrienden, ik zou zeggen, geniet verder nog van jullie avond. Smakelijk eten voor diegenen die dat nog moeten doen. Bon appetit en een hele fijne, liefdevolle avond. Geniet van alles met wat jullie doen gaan. En graag tot aan de andere kant van de nacht. Ik zou zeggen, tot dan. Doei!